Ben je op zoek naar een leuke stage? Zoek niet verder. De kans is groot dat je hem bijna gevonden hebt. We staan in Hilversum, voor het gebouw van de Evangelische Omroep. En daarbinnen bevindt zich één van de best bewaarde geheimen van Christelijk Nederland. Het blad Visie. Ik neem je even mee en laat even zien hoe leuk dat is. Elke week valt Visie bij ruim 100.000 mensen op de mat. En niet zonder reden. Hallo. In Visie schrijven we inspirerende interviews, achtergrondverhalen en verhalen over nieuws in Christelijk Nederland. Als je stage komt lopen bij Visie, dan kunnen we je leren om grote verhalen te schrijven. Je krijgt een soepele pen en de begeleiding die je krijgt, die is echt om over naar huis te schrijven. Goed dat jullie er nog zijn. We staan hier dus in het gebouw van de EO in Hilversum. En ik denk dat hier om de hoek een deel van het geheim zich bevindt. Namelijk, ik zie hier redacteuren van Visie zitten. Misschien wel jouw nieuwe collega's. We gaan even kijken hoe ze erbij zitten. Loop even mee. Je leert niet alleen goede verhalen schrijven, je krijgt ook nog eens hele leuke collega's. Stage lopen bij Visie is ontzettend leuk. Het is een heel leuk team, maar je krijgt ook de kans om veel te doen. Veel interviews te doen, veel artikelen te maken. Je mag gewoon lekker losgaan. Nou, als je stage komt lopen bij Visie, dan zit je echt niet alleen maar achter je bureau stukken te tikken. Je komt op de gekste plekken. Zo zijn we hier op een oude fabriekslocatie, denk ik. Maken we een fotoshoot voor ons Koningsdagnummer. De koning komt. We hebben allemaal mensen uitgenodigd, fotografen. Ja, het is eigenlijk een soort avontuur, stage lopen bij Visie. Dit is dus de redactie van Visie. Hier werken we elke week aan een inspirerend magazine. Het zou heel leuk zijn als jij ons team komt versterken voor een stage. Bij Visie schrijven we niet alleen voor papier, maar doen we ook heel veel online. Je kunt dus lekker Facebooken en Twitteren onder werktijd. Ben je derde of vierde jaar student journalistiek? Ben je niet bang uitgevallen? Heb je goede ideeën en hou je echt van schrijven en wil je iets leren? Dan ben je van harte bij ons welkom. We hopen je te zien.